Wat zei Bogus in de rust? Dat we iets rustiger moesten voetballen. Dat we meer rustiger aan de bal moesten zijn, dat de kansen vanzelf wel zouden komen. Ik denk dat we de tweede helft niet heel veel kansen hebben gehad, maar toch met de winst hier staan. Ja, duels kan je wel aan jou overlaten. Ja, nou ja, aan wel meerdere. Ik heb geprobeerd mijn duels te winnen, net zoals alle anderen. En ik moet zeggen, ik was heel blij met die scrimmage toen ik zag dat Joris hem in zijn handen had. Want dat was het gevaarlijkste moment volgens mij van de hele avond. Ja, ik dacht, schiet hem nou gewoon naar voren, maar je raakte hem niet goed of zo. Wat gebeurde daar vlak voor tijd? Ja, ik wilde hem wegschieten en hij kwam eigenlijk tegen die andere jongen aan. En daardoor viel hij prompt voor de voeten van een Fortuna-speler op rechts. En die gaf hem strak voor en daarna kwam ik weer in duel. En ik weet niet of Ted hem nog raakte, want ik was hem op den duur kwijt. Maar ik dacht in ieder geval, mijn man mag niet scoren. En toen zag ik gelukkig dat Joris mat. En ik zag Mo die kwam vanaf de 16 in rennen om hem te feliciteren. Dus dat geeft wel iets aan en dat is mooi. Wat vond je van die gele kaarten? Terecht? De eerste was misschien wel heel makkelijk en die tweede... Ja. Eerlijk hè? Ja, die vond ik heel makkelijk. En die tweede, als ik tackle zijn, moet ik hem hebben. En daarmee geef ik de gelegenheid en de scheids om hem te geven, ja. En krijg jij die wissel dan nog mee van die 8, Malsa? Ja, dat was verkeerd hè. Want die 8 moest eruit en wij wilden ook wisselen, maar dat hadden ze blijkbaar ook niet gehoord. Goed dat je het zegt, want dat wilde ik je nog vragen. Want je werd furieus op die vierde man. Want Bikel stond al heel lang klaar om in het veld te komen. Ja, dus die hadden doorgegeven, maar blijkbaar had de scheidsrechter zijn oortje verkeerd of weet ik wat. Maar ja, dat resulteerde nog wel in een corner waarvan ik dacht van ja, als hij nou binnenvalt, is het wel heel erg zuur. Dus ook bij de KNVB moesten we waarschijnlijk die apparatuur toch een beetje beter afstellen. Ik zie je veel kopduels winnen ook. Niet alleen langs de zijlijn rennen en een goede voorzet geven, maar ook kopduels winnen. Ben je kopsterk of is gewoon geluk? Nee, ik kan wel redelijk koppen. Ja, maar vandaag zie ik hem een keer met de voet binnen. Maar nee, ik kan ook wel redelijk koppen, alleen vandaag een keer met de voet. Hey, ik zie jou ook groeien in je rol gedurende het seizoen. Ben je het daarmee eens? Al moet ik zeggen, ik vond mijn vorige wedstrijd beter dan vanavond. Maar wat ik zeg, ik probeer mijn steentje gewoon bij te dragen en de jongens neer te zetten en te helpen waar dat kan. En zelf heb ik wel het gevoel dat het beter gaat. Dat was vanavond minder dan vorige week. Maar inderdaad, de stijgende lijn voel ik wel. Ik voel me in ieder geval beter en beter in het team. En na het doorbeuken? Ja, dat hebben we met z'n allen afgesproken. Dus dan moeten we volgende week weer aantonen dat we dat gaan doen. Ik vraag met name omdat het voetballen de afgelopen weken eigenlijk heel goed ging. Maar kwam er vanavond niet altijd uit? Nee, klopt. Het voetballen was wat minder dan de laatste weken. Maar ik denk dat het vandaag toch wel op mentale, op stukje karakter, op strijd hebben. Toch de 3 punten binnengesleept. En dat is ook een heel belangrijk punt voor dit team. Ook voor het vertrouwen uiteraard. Ook dat. En met 3 punten sta je toch altijd wel lekkerder naar zo'n wedstrijd. En kan je enigszins naar boven kijken.